We zijn hier vandaag bij het Frankwatching event WhatsApp voor bedrijven. Het is een event over hoe je WhatsApp zakelijk succesvol in kunt zetten. En er komen cases aan bod van Zoet Supply, Chocomel tot gemeente Utrecht. Ik hoop dat ik wat nuttige tips en tricks kan opdoen voor ons bedrijf, om onze klanten ook te supporten via WhatsApp. Ik wil eigenlijk vooral weten hoe het ingezet kan worden voor bedrijven om onze klanten beter te kunnen helpen. 1 miljard actieve gebruikers. Mijn verhaal ging over het belang van WhatsApp, over de grote aantallen die in Nederland gelden, maar ook wereldwijd. Ontzettend veel berichten en foto's per dag, dus dat het daarom voor heel veel mensen die hier zijn een ontzettend belangrijk platform is. Een nieuwe manier waarop we veel directer contact konden hebben met de doelgroep en een stukje fun aan het merk XF konden toevoegen. Wij hebben net laten zien hoe je WhatsApp als kanaal kan inzetten waar entertainment en fun centraal staat. Dus eigenlijk de beste verkopers uit je winkel, die wil je hebben op je WhatsApp kanaal. Ik heb het net kort gehad over de waarde die WhatsApp voor ons als Zoet Supply levert. We zetten dus echt ook WhatsApp in nu als verkoopkanaal. Ik vond die van Zoet Supply erg sterk. Met name hoe zij gedachten hebben over de integratie van een complete servicekanaal, hè? In bijvoorbeeld in Salesforce. We werken voor de mensen en we willen dus eigenlijk ook aansluiten bij de kanalen die de inwoners zelf gebruiken. Het is eigenlijk een laagdrempelig kanaal met een hele diversiteit aan vragen. Dus ik was heel erg benieuwd naar het verhaal van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ja, dat heeft wel wat inspiratie teweeg gebracht. We wilden gewoon kijken, is er een bepaalde behoefte bij onze patiënten of mensen die om ons heen zijn, dat ze dit kanaal gaan gebruiken. En omdat wij het beste online dienstverlenende ziekenhuis van Nederland willen worden, hebben wij WhatsApp toegevoegd aan al onze andere mediakanalen. Medische vragen beantwoorden we niet. Dan zeggen we bel de huisarts of bel de specialist. Service, dienstverlenende vragen beantwoorden we wel. Daar is WhatsApp voor ons echt wel een heel mooi toegevoegd kanaal. Ik heb hier iets verteld over de inzet van WhatsApp als middel om onze merkactivatie van Chocomel te verrijken. Als je als bedrijf op WhatsApp gaat, betekent dat ook dat je 24/7 beschikbaar moet zijn. Dat je snel contact moet hebben, informeel, en dat je dingen moet loslaten. Want de content die daar gecreëerd wordt, die heb je niet in de hand. Nou, wat ik zelf heel interessant vond, was het klein beginnen. En kijken hoe het verder loopt en dan kun je daarna alsnog groter groeien. Wat we eigenlijk zien is dat ons wettelijk kader, de wet bescherming persoonsgegevens en die zei het net al, maar ook de telecommunicatiewet en allerlei wetten die daarbij horen, altijd achterlopen op de technologie. Als je als organisatie wil beginnen met WhatsApp, denk ik dat je gewoon heel transparant moet informeren. Dat is de basis van privacywetgeving. Je mag veel met gegevens, maar vertel dat je de gegevens gebruikt, voor welke doeleinden en waar doe je dat. Je doet dat op je website en in je privacyvoorwaarden. Dus wat we hebben gedaan is een aantal grote studies binnen TNS, waar we echt hebben gekeken naar wat zijn de behoeften van consumenten als het gaat om zakelijke inzet van WhatsApp. Ja, stel vooral de waarom-vraag, waarom wil je het inzetten en link het met de strategie van jou als organisatie. En kijk vooral ook voor welke doelgroep je het wil inzetten. Gebruik het gesegmenteerd. Ik hoop dat de mensen onthouden hebben dat WhatsApp een super relevante platform is met heel veel mogelijkheden, nog relatief onontgonnen gebied. Dat er meerdere toepassingen zijn en dat uiteindelijk de toekomst van social messaging ligt en WhatsApp in zakelijke toepassingen en de schaalbaarheid van kunstmatige intelligentie. Ja, een hele mooie dag. Positieve geluiden, positieve vibe ook in de zaal, veel interactie, mooie cases, goede inhoud. Dus ja, wij zijn heel tevreden. Thank you.